Echt, mijn naam is A, vraag ik moet wegnemen. Met het stadsfiets rijd je 40 minuten aan 29 km, behalve 2 km aan 12 km per uur. Rijd je met een elektrische fiets, dan rijd je 20% sneller, behalve op die 2 km waar je 12 km per uur rijdt. Wat een tijd dan met de elektrische fiets. Dus dat gaan we eentje tekenen. Je hebt dus een afstand van 40 minuten. Ja, dit is 40 minuten, waarvan 2 km aan 12 km per uur. Dus op het einde bijvoorbeeld, of in het begin, begin rol, schrijf me erg bij, 2 km aan 12 km per uur. 2 km aan 12 km per uur betekent, ja, dat per kilometer. Ja, dus 2 km aan 12 km per uur betekent, ja, per kilometer heb je 5 minuten nodig. 60 keer door 12, dus per 2 kilometer heb je 10 minuten. Dat betekent hier 10 minuten, ja, rijd je aan 2 kilometer. Nu, de rest van de tijd is dus 30 minuten. En 30 minuten, je hebt 20 kilometer per uur, betekent dan dat juist een half uur is dat je rijdt, dus 10 kilometer. Totaalafstand is dus 12 kilometer. Nu, met de stadsfiets rijd je 20% sneller. Dat betekent in plaats van 20 km per uur rij je 20% sneller, 20% bij, 24 km per uur. Dus in plaats van 20 rijd je 24 km per uur. Hoe lang rijd je daarop? Je moet 10 km rijden. Dus je rijdt 10 km aan 24 km per uur. Ja, hoe bereken je dat? Dat is gelijk aan 10 maal 60 keer 24. Dan krijg je 700 keer 24. Ja, is 25 minuten. Dus je rijdt 25 minuten aan 24 km per uur, plus nog 10 minuten extra. Dus je hebt hier eerst 25, plus nog 10 extra, geeft je samen 35 minuten. Ja, dus die 10 komt erbij, dus 25 plus 10 zal 35 minuten zijn. Dus antwoord C, 35 minuten. Dank voor de aandacht.